hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 1 augustus. Het is nu, hoe laat? Iets voor elf. Nou, dan ga ik even precies kijken. Wachten, dames. Het is nu bijna 11 uur op mijn klok. Ja, het is nu 11 uur op mijn klok. Dus ja. Vandaag heb ik een mooie fotoshoot, dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Joepie! Ja, we zijn dus nu op locatie. De deur is open. Kijk. Ja, kom je mee? Ja, die heb ik al. Hallo! Ga je mee? Kom. Zo, het is hier lekker donker. Hi. Zo, lekker bezig. Hi, schat. Tuurlijk, altijd. Dat weet je toch? Was goed, schat. Hey, als goed. Zo, ik ben weer op locatie. Ja. Ik ga weer een beetje pressie maken. Daar ben je dan. Ja, daar ben ik dan. Ja, ja. In het wit. Maar wit achtergrond dan. Achtergrond, ja. Ja, dat weet ik niet. Moet je zelf kijken hoe je aan stroom gaat komen, schat. Ik kan niet weten, niet. Ja, hier en hier heb je stroom. Stroom erin. Ik kan niet weten. Wil je dat vloggen met dit van? Ja, dat moet wel. Maar ja, dat is heel goed. Dat die bij de koelhoefkeuze heb ik gekocht. Zo'n stabilizer voor je tegen. Ja. Dat die helemaal stabiel blijft. Oké, okay. 150 euro. Ja, die ja. Zo, kom met je eigen. Met je één. Dat is mooi. Maar de rest van de regenboog. Is het donker? Is dat om accenten aan te brengen? Wat je met helder doet. Schaduw. Oké. Okay. Goeie tja.
prachtig in matte. Een krultintje. En ik krijg een zonnebankkleurtje. Dat is mooi. Weet je erbij zit, dan mag wel. Nou, dat is een rolstof. Rolstof zwart. Jongens, nog een keer. Ik zat er ook. Kom maar veilig op. Veilig nog, hè? Ja, samen met planten. Samen met boom en planten. Oké. Okay. En dan een bodycentrum. Tjen. Ik heb er nog niet opgesmeerd. Bloed! Dat is goed. Straks. Later. Oké. Okay. Oh, is wel leuk. Dan. Dat is leuk. Oké, okay, je hakken. Dat is leuk. Zo. Ja, maar daar zijn ook al heel veel mensen die schamen zich voor een littekens. Niet dat het weer een beetje door gaat breken, snap je? Nee, daar heb ik nog niet meer littekens bij. Nee, maar Henk die weet wel wat ik bedoel. Ja. Ik heb het ook aan. Borst eraf van. Oké, dan kunt ze van weghalen. Dan kunt ze van weghalen. Ja, wat zachter maken. In de schaduw. Perfect. Ja. I need to love tonight. Let the music feel the rhythm in your mind. I'm gonna stop till time. Keep on moving. Love the music in my life. Don't go away. Don't go away. You can feel me one more time. Don't go away. You can feel me in your dream. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Maybe you can feel something. Een beetje harder, een beetje harder. Show me the way tonight. Baby, you don't cry for me. I need you, 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 I want you. Show me the way. Show me the way. L-L-O. Show me the way, show me the way, show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Kan mensen ook knappen.
Ja. Ik vind het rustig aan. Heerlijk. Zo, vier plusjes. Had ik al in de gaten. Ik ga hem nog even bijwerken met een beetje.
Ik kan ook staan kijken hoor. Mij wel. Jij ook? Ja, dat snap ik. Ja, dat is wat. Huh? Wij wil hier hebben. Ja, natuurlijk, denk jij dan. Een beetje schaduw aan de zijkant. Mm-hmm. Ik heb aan de ene kant van je gezicht een beetje schaduw. We waren weer eventjes in het parkeergarage van de Mall of the Netherlands. Ja, en ik ben er nu nog steeds mee opgemerkt. Hoe vind je mijn make-up eigenlijk? Die en die Henk aan heeft gebracht. Ja, mooi. Ja, mooi hè? Vaker doen. Hè? Mag je wel vaker doen. Ja, Henk, kun je mij even elke dag even opmaken? En dan mijn telefoon zoek eraan vastplakken. Ja, bijna wel.
Maar ja, dat, en dat doet hij ook denk ik niet. Maar maakt niet uit, geeft niet. Dus ja. Wij gaan even naar Hunkemuller. Even naar dat vrouwtje, meisje die mij vorige week heel goed heeft geholpen. Wil ik even zo'n compliment geven, want ze werkt vandaag. Dus daar gaan we ook nog even naartoe. En ja. Ik ga vragen of ik haar dat even mag filmen, vloggen. En dan komt dat wel weer goed. Hoop ik toch. Ja, we staan dus nu in de lift. Ja, heel veel kavels. Ja. Dus, nee. Ja, we zijn dus nu in de Mall of the Netherlands. Het wordt hier druk verbouwd, sowieso. Altijd. Dag in, dag uit. Precies. 24/7. Bijna wel. En volgend jaar, 2020, moet het af zijn. Het is nu nog donker. Zometeen gaan we behoorlijk het licht in, dus schrik daar niet van. Maar we hebben even weer kip gehad en bij kippie. Lekker saus, ketchup saus, en die is eigenlijk niet te koop. Nee. Maar wij hebben een lekker bakje, gewoon eigenlijk voor 1,60 kunnen kopen. En dan heb ik lekker vol gedaan. Dus ik kan lekker genieten van dat heerlijke ketchup saus. Sowieso. Dus het is een beetje zigzag gelopen hier, maar dan kom je er ook wel weer. Dus wij gaan nu even richting Jum. En dan Jumbo. Hallo Jumbo. Ja. Dus en ik heb. We zijn eventjes ook bij de Hunkemuller weer geweest. Maar daar laat ik meer over. Ja, en we zijn dus nu weer even bij de Action geweest. Ook dat weer. Hebben we ook weer gehad. En hij is lui. Hij is lui. En want hij pakt een karretje. Ook goed. Trekken. Tuurlijk trekken. Deze. Tuurlijk trekken. Alsjeblieft. En wat hou ik toch van deze kerelen, van deze man. Gewoon normaal kus. Oh, ik wil zeggen, psychwijf. Hij spoort niet hoor, echt niet. Hij spoort totaal niet. Waar en waar ben ik eigenlijk in vredesnaam mee getrouwd? Met wie ben ik in vredesnaam mee getrouwd? Ik kan niet meer weten. Nee. Ik kan niet meer weten, maar ik ga nu dus naar de auto. Yep, naar de auto. Even droog geparkeerd. Ik kan niet. Wat heeft droog gedaan? Maar ik kan wel in principe zo mee weg. Want. Zo. Hij is weer muntjesjacht. Altijd muntjesjacht. Ja, hoi. Een hele goede middag allemaal. Ja, die badpak die jullie hiervoor hebben gezien, die mooie badpak, die wat ik al eerder heb verteld, die heb ik dus bij Hunkemuller in Leidsehagen / Mall of the Netherlands vandaan. Degene die mij heeft geholpen, daar wil ik een grote shout-out naar doen. Dat is Nadine van Berne. Ja. Nadine van Berne weet ook dat ik haar naam ga noemen. Dus dankjewel. Je doet het gewoon super goed. En als ik nog een keertje wil, dan wil ik. Als ik nog een keertje naar jullie toe ga, dan wil ik sowieso ook door jou geholpen worden. Want je doet het gewoon super goed. Dus wie wil nou niet geholpen worden door Nadine van Berne? Wil je goed geholpen worden door iemand? Ik zou zeggen, ga naar Leidsehagen. De Hunkemuller. En kijk even of Nadine van Berne ook aanwezig is. Dan wens ik jullie alvast sowieso succes met iets leuks uitzoeken voor jezelf of wat dan ook. En dan horen jullie mij vanzelf alweer wanneer ik weer bij de Hunkemuller of wat dan ook ben geweest bij Nadine. Ja. Nou, zoals jullie dus nu zien, zijn we weer thuis. Is broer lekker van het spelen met Lady. Ja, klopt. Ja, klopt.
Ja. Klinkt goed. Ja. Ja. Oké. Wat is er, lady? Lady, wat is er dan? Oké. Hey, tot zo. Ja. Ja. Hey. Kom maar. Hij zit in. Ja. Ja. Die gaan even lekker doorspelen en wij gaan zo meteen eten maken, et cetera. Ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja. En dank jullie wel voor het kijken naar deze speciale fotoshoot vlog. Deze vlog is niet gesponsord, maar is wel mede mogelijk gemaakt door Henk Ros. Hij is de fotograaf van mij, dus daar wil ik ook sowieso weer gewoon een shout-out naar doen. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en doe het belletje aan, blijf je op de hoogte!